En je vraagt je, ach, regent het nog constant? Nou, ja. we bij je waar vanaf Boschuit. Eskina Kruisgaal. MSD, zij zit afgekeken. Bikers, unit in de stad. De loodgieters, Handlangers vakman. Bus, beat-up, truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine aan de zak. Brandweerlieden, tap en kazer. Denkom in de news en subscribe. Zo, we beginnen. Na dekkel ook. Afgestudeerd van Dekologisch Faculteit. Gespecialiseerd in die dekologische wetenschappen. Professor in Dekologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen. Eenvoudig. Gezellig. Gezegd. In je EG-programma. dat Well, look we doen al alladay na face the day dat your problem, kan troon probleem. problem. We dat nou als Sansa Psycho zingen. En dan ga ik big up on artist. Want Amabé hij had het al heel lang ingezien. Dat if alladay na face the day, that probleem problem. Sure. Well, hey, problem, can troon my problem. En ik heb ik ook nog dat taki. We doen een oproep door met Want kijk.

Mij kan veel op je zin Oké, zo gevraagd, zo gedaan. Zo. Maar dat heeft te maken met een stuk bewustwording. Bij hoe allemaal dat neemt op alleen. En heeft niks te maken met een soort politiek partij bent, En ik heb actie orde en verontreiniging gelijk werkelijk. Want mij kan veel op je zin Met dat een mensen, of zo. Begrijp je? En ik uit soort regeringsdom. Maar hoe me actie misrefi wie zei want dan merk op dat in de ondergrond met de zon de underground feestjes, meer dan 100 underground feestjes per week, maar dat hoe ...want dat in gebreken heeft afgevallen in Pinas. Het is mijn barbecue tak, ze kunnen niet meer. Het wordt Duriname en Suriname. Ze voelen het allemaal samen. Maar desondanks dat alla day na feest de day... dat jouw probleem kan trommie probleem toch? Sure. Zo. we aarkie loekoe Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Uit dekologisch onderzoek... ...is gebleken dat er per week meer dan... 100 underground illegale feestjes worden georganiseerd. Dat zegt minister Kenneth Amoksi. Maar aan mijn actie, Reffie, hoe hou je een underground feestje? Moet je geen mensen melden waar het is? You yeah, want yeshitaki yeah, birthday bash, man so bigi biggie birthday bash. Eh, Isabi be you bent o the bay, holy you gang. Isabi no Oigri you gang. But if you na Oigri man, of you stress, e do me What if ka you buy your shiitake? I problem you a problem. you Oigri man here talk. go a face dape That one tak you a poly you gang. You ne holy you gang. You a sicky you hair gang. If you back rape some, badul. What we here take bigi biggie birthday bash for enough under hot weight which is? Arkino. You Seepsa eigenlijk. Naar zeggen van de minister van Justitie en Politie Kenneth Amoxi Dan klaarblijkelijk blijkelijk Hebben deze gasten Geen enkel gevoel En hebben ze lak aan de COVID Nu kunt hij maatregelen Maar geerlijk wat jaar terug De SEM-artiest wel behoorde aan de COVID maatregelen Dan met actiemiservie Sijp, zijna, enkel jongens Zo, so, de minister van Justitie en Politie Kenneth Amoxi ging verder aan Dat hij ook toe aan toe illegaal baars dat desondanks de COVID-19-matriegel heel duidelijk dat noa een feest kan horen, dat desondanks de bar edrukt maar de arki van zie. Luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. We hebben niet a coalitie, oppositie reden. Ik kon alle wat we batak hebben studio. We hebben een nieuwe boss. We weten alle artiesten op en Tapu. Mama, voor een hartje voor Bosnië en Tapu. Covid-time. We arkie Arki, Luku, Luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar hebben een minister, Kenneth, Amoxi. Daar hebben een check. Looku ef de inlichtingen lechting in Euroko. Maar kom te kijken, meneer Amoxi. dat hebben drie kwart voor de inlichtingen lechting, meneer Pokémon. <laughs>

Driekwart voor de inlichtingen, maar ook tot in entertainment. Dus migado, maar zoals een reis- of taxibedrijf over zijn gebeuren in de realiteit. zo so, Maar als je het voor Kenneth Amoxie, de minister van Justitie en Politie, zal er nu strakker worden opgetreden. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. We zoeken voorkom den kolf. Je begrijpt toch, een derde kolf is een kong. We zoeken voorkomen, maar eerlijk desondanks. Want toen man, even tak dem poli den gang, dem holy den gang, en den spanfu ziek die he gang. Je hmm. lees tekening en valvo. Dekke logisch. Bekeken. Maar Ma dan, eerlijk die alleen die kong. Kondor, ala din barka man di benber doy. Want sonde damis doy luka klasiko. Tens beses, tis, sabi. Eh, eh, eh. Maruap chidok sita po ang chula dape. Hill on spanner, isa fasande. Terwel, Madrid ben de besek. Eh, wim barka dito syenek. Madagerlek din barka man kriso danek. Takde man sungu ayer beneland. Ha, ha, ha. si... Luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. Lek van Betakassan is dik dat die no-no-de situatie dat we in het binnenland, de nepend. En tot dat nepent, dat brengt het ons naar het punt waarbij wij allemaal begrijpen dat het land dat gelegen is tussen het Tumuk-Humak-gebergde, het Atlantische Oceaan, de Marowijn en de quarantain van ons allemaal is. Wij zijn die rechtmatige eigenaren. En niemand moet eigenaardiger doen alsof hij of zij de eigenaar is van een bepaald deel van Suriname. Begrijp je? Omdat no mitak, mitak en badimitak en omesma luke mitak jamadekowaram zeggen dat ze zo mitak schade is schande. Maak de mens weis. Want toen lees schade en toen kees je schande, dat wij konden begrijpen precies dat hey, eigenlijk. Unom kon doelek, ja, dat ben af me, want dat ben af me bigisma, en me bigisma be abdappe, en deel je dappen. dus eigenlijk zei ze toen dat ben af nee. Suriname is van ons, hoe, Gewoon. Want ik bedoel, ik dat dat Suriname in het continent Zuid-Amerika, net iets ten noorden van de Evenaar, gelegen tussen 2 en 6 graden noorderbreedte. En 54 en 58 graden westerlengte, waar dat heel gebied is van iedere Surinamer, zij liep in tapo. Aheer 164.000 vierkante kilometer, ja right? Nee, want dat we begrijpen. dat kun ook een vet moro die grondrechten en wie vet die waterrechten. Want no al wat er aheer grondrechten And at one taki, u allamalalek sarna man mus napu, ini ibriwa strana man. And make out sana yuras, kleur, geloof, ethnicity, ef ya loye ma pasun, fi ma akudo, mat ane make next out. We now We nawang jere waterratory, we wang. en omdat dat we wang, met den toedemand. Sajcha so sernang respectiefelijk, Zijn excellency, braveheid hoe heet my state de vice president, nanga Chandrika Persat Sentoki, de president van de Democratische Republiek Suriname, een land dat per persoonlijk, dat wantaki de beste boer is de man. Wij, de president en de vicepresident Die gaan vandaag persoonlijk Naar het door watersnood getroffen Gebied, en dan praten we over Het Matawai gebied, en lange tabbetje. want dat Reynolds komen te wonen zo so Dusdanig, door aanhoudende Regens, is de situatie daar Onhoudbaar, zo so dusdanig Onhoudbaar, dat de mensen Moeten evacueren, en toen evacuatie, dat we brokken gingen verstand, we Evacuatie, dat we drie moet ja bief lu je moet weggaan van daar want het water heeft beslag gelegd op je heel gronden recht begrijp je dat ik kangoeroe nou no even bad, zo so, je begrijpt, wat wat ik bedoel. en daarom ik unlek moest begrijpen. dat nou unlek Srananman abif nap jep makandra en mikan begin tegi. dat nou nou dek ba nu op dit moment terwijl you tuned en volg ad decolokhi zijn verschillende Surinamers al bezig met het inzamelen van het brood broodnodige dat nodig is om onze Srananmans ja unus Srananman daar te ondersteunen want aan mooi ting stel je voor 1,5 meter water in je huis. Eh? Oh, ik kan ernstig. Oh, nou, je begrijpt zou je doen. Oh, Red dat e tek dem badanga sa foudape ina matawai gebied nanga langa tabiki darommeki nonu de a president nanga fi president race afgodape fou persoonlijk de orienter de refi fou Sabrina persis safe sa na beneland tak im gbereken taki Renald koma te Petrus Mick over na de tran of dem af barka ma arki des ondanks a president dit dit ape fou chek lukusi en tak ala santai quando bunonus Jelle ja, is aan tekening en valvo. Ta, ta, dek. En isabas hebt een systeem. En toen dat schervenneffen, dat begrijpt iedereen het wel. Isabas uh, hebt dat dingen Bautist, die komt Bautaris. Omdat dankzij Bautaris, boekies kieswan salaris. Dan had Colanet het Apollo ministeries. En ze hebben een mooie naam gehad. Last minute ambtenaren. -ah Isabi, dat Missy Elliot naar Ludo Christmas zingt over. Isabi, One Minute Man, ...die is naar de Last Minute Man. Begrijp je? En eh, ook Last Minute Woman, wat wat toe vrouwen lukken Zo. Sure. Maar Arkin, de medewerkers bij O.W. zijn niet te spreken over een enquête. En dat nou een enquête? Nou, onderzoek, pedem, en doe Luku Si, Taxaju, FLN. Maar kom begin aan San Diego. Wanneer je ergens hebt gesolliciteerd, zegt men dikwijls. Je moet indienen een eigen handig geschreven sollicitatiebrief. Met daarmee de bescheiden. Toch je curriculum vitae, ja. Dat moet je bijzetten. En dat je kan solliciteren. En dan word je opgeroepen voor een sollicitatiegesprek. Zo. Nema koko no buriatori. Arki arki. Asan godoro. Maar in gebreken tak baka die u want hoe last minute ambtenaren ben konde in dienst genomen kort voor de verkiezing, andere op de dag van de verkiezing, andere tot twee maanden na de verkiezing, dus al last minute duurt zo langer, maar ze hebben niet eens een plek om te zitten en in gebreken tak in ta strukturo en voor die structuurcoördinatoren, dat betekent registratie. Dat is een vorm van organisatie. Maar wanneer mensen zich voorzetten tegen registratie, dat is dan een organisatie. Dat is dus nooit goed voor de totale natie. Je begrijpt de situatie. Zo! Je, so. je leest een Volvo. Maar neem het gebreken, dagi. Hoe ik over de last minute. Ik denk, je hebt geen last minute bouwfackers. Je hebt geen last minute radiatorreparateurs. Je hebt geen les met taxichauffeurs. Je hebt ook geen les met handlangers. Uh, ok. Even, even, eenmaal met tak over handlangers. Met die ook ba, alle de doe bouwrokko. Even naar schuur je schuurmuur. Je kan stijlprofiel. Je Hari Stong. Je draaisminti. Je hebt je truffel, Je hebt je waterpas. Dan met contact met een ghetto leider Renault van Els. Op het telefoonnummer 713-04-620. Je begrijpt wat Rokodef doet. Nog een soek. een jump Abras Maskot. Omdat RBT op potjut in a krant in a VC. En if you doin tomsi boom, jij door ook toe in star nieuws. If you begrijp what I bedoel. Zo, maar aarkino, dus daarom met die bouwvakkers met contact naar een Renault van Els. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, tapa nummer 7 13 0 4 26. Zo, maar u heb ep dem de medewerkers, nou, we ook toe graag wat go echt, u hebben over as keffeneffe systeem. Maar nee, echt, arbeid verrichten. Winti, wajda, lanti, epay Wan sosor nan odray Ma de medewerkers darbe Ouwe se gekouf kafisert Wan dem bou test di kontron bou tares En dan se bou ta de bou kis wan salares Nou de atibron Wan pe de bengeers kamil Bena de kontron drou Ma dare so We arkinon We amansa de be klap las Di kontron wan klap salon Sebe key pik bedoul We eske kouf kafisert Hij zegt van al zijn jaren als vakbondsleider, maakt hij dit voor het eerst mee. Begrijp je? Hij heeft er nog nooit ervaring mee gehad dat mensen gevraagd worden nadat ze al heel mysterieus in dienst zijn genomen om een sollicitatiebrief in te vullen. En ze mogen geen foto ervan maken. Maar waarom wil je een foto maken voor een sollicitatiebrief of een enquêteonderzoek waarin een jouw. Eenvoudige persoonlijke vragen worden gesteld Hoe bent u aan het werk hier gekomen? Leg ons dat uit Had je gesolliciteerd? Welke kleur pen had je gebruikt? Bij wie? Zo maar regel je? Want isap fasane en gokba En nepotisme wa ap Maar ook toe A We een Oké vak, vakbantoutisme Oké okay. Dat Dus bijna vakbantoutisme Des avna, sa ne fak, fak, fak bon tesman ou fak bon? Ou ka ne fak bon tesman? Bek lèp yon? Want ik heb een vakbond, bouwassistent via de Bautista. Dus is nou een vakbautisme. Oké. Schrijving. Dat kan ook. Dus meneer, klap salon. Meneer Salons, die doet dus een vakbautisme. Want ik heb een takje je mijn vakbond. Kom op, die de Bautista. Dus, een vakbautisme. Begrijp je? We arkitekten dus geen Bautisme. Maar dan luister, zie hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar zeggen voor meneer Salons. ...dan kan... Het niet, want deze vragen worden gesteld en hij zegt voor het eerst: Maakt hij dit mee? En hij vindt van hij was niet van plan om door actie te voeren, maar door deze enquête, door onderzoek aan de handen, dan zegt hij: Nee, dan blijft hij in action. He's man of action. Hij gaat dus en hij blijft dus in actie. Zo! Maar laat me één ding goed begrijpen: de mensen werken nu al niet en dan zijn ze in actie. Hm, heel vreemd, rare zaak. Hm. Yale, take kening, and falfo. Top, pa, deck. Well, let's of here. Fabulous best thing, it talk. Have you ever seen a 35 before? And a 35. Mm, what a body. If Have you ever seen a 45 before? Somebody ever get murdered at front of your door. Them with a ball. The real, 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 real. Ide kapapata oji be kangre no. Mm,

Zie, luister, hoor, begrijp en verstand. Zondagavond, aan de Nieuwe Zorgweg, is een man geliquideerd. En tegen liquid, liquid is vloeibaar, hij is vloeibaar gemaakt. Nee, liquidatie, dat want is doodgeschoten. Eh? Murder, murder in front of your door. Wapen, body, aardkino. We luisteren, zien, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Er zijn vermoedelijk negen schoten gelost. De politie, die trof op het ontzielde lichaam zes inslagen aan dat wantaki na six schot aan mijn misdrift. ding ik niet te lang daarvoor. De da aslachtoffer bij Lucenda moppe uit Wan kopie dat wantaki aan mijn vip IPR, One very important prisoner. Maar dan man ko Lucenda, dan we zou even na zet aan mango zet en skin of naar aboi aan mijn tekifusan no. Maar dat was hij volgens mij net te laat. Wat hem heb is dat hij in koele bloede... wat maar stopte ter plekke... ...direct aan mijn haar is Tere tapu, sabi tak nak nen tapu, bam, 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 bam. Jopos doine wagi, regwe. Say, Seina na Englok engelot, jongo, so. When the police is met meh the undersug, foosap masuza rey, spot a accident. One a sound kondelik fat terifabulous is singing, have you ever seen a 45 before? Somebody get murdered front of your door, so. yelis are taking and Van deze is uit, kondolera wij de nabestan. Sorry, Tori. Tak Pa. Ta, Deck. Endang dan, me bar na Evernesi. Dot nest da pe me day safe colony apart. En me a special big up. Gi sam dino da Na sumbo sa basic na hydroponics. Maarki no. Im kabarigan taki. You e doodle atori. Dat wantak duye et. Ma We doen nog een komen te wonen. Familie Family Doodle, ja, de nabestaanden van Louis Doodle. Ze willen één zaak hebben in een medisch dossier. Want, kijk, u ben een historie Louis Doodle. Maar, ik vraag me af, hoe kan het, hoe is het mogelijk dat we een massa 43 jaar? En daarom is massa fijn, dat we een din patitie en, nou, een patitie Louis Doodle, we een din in. Neden, dat a a a en hij ne direct naar LPI is en is daar 43 jaar gebleven. 43 jaar is die man daar gebleven. Ze onafhankelijk van de man de biggie face. Nooit heeft hij een man kunnen aan de 43 jaar aan de Ja? Re? Ongelooflijk. Maar de familie Doedel zegt ze willen niet dat dingen kwijtraken... willen. En ze willen het medisch dossier kunnen bestuderen van wat er is gebeurd. Met een held van toen. En de familieleden dringen erop aan. Dat er spoedig een reactie moet komen van de minister. En ze wijzen op de urgentie. Van het digitaliseren ervan. Want dadelijk Alassie. De brief is ondertekend. Door Nina Journa. Dochter van Josta Doedel. Journey Doedel. Doodle, Dochter van Charlo Doedel. Oh is journey Doedel waarmee ik op Lico zat. Oh is er. Oh oh, oh oh, god oh. Oh, daarom was ze zo so, opstandig. So A doedelbroed doe deen het toch. En Mariella. Campbell, dochter van Cornelly Doedel, dus al die doedelen bij elkaar, begrijp je? De wantaak Assan dat noemt doodle Doedelboedel, dus ze willen precies weten wat er allemaal daar staat en het dossier, eh, uh, het dossier, het dossier, dat bedoel ik, het dossier moet zo snel mogelijk worden gedigitaliseerd, voor voorkomt dat kan las opnieuw, voorzat sa precies, zang gebeur. na een vrijheidsstrijder die dan maar tikpot naar kanaal 6, onterecht, de is bekeken. En um, is de officieel vaste maand begin. Ramadan. En ik gebereken dat broeders en zusters in de islam. De maand Ramadan is weer aangebroken. En voor de mensen die het weten. Ik kom uit Baghdad. Toch? De metakka zand. Oh, alomijs krikje. Alomijs barstig is van de ghetto. Ik ben niet van de ghetto. Nee, ik zeg je duidelijk. Dat weet je. Het. Ik ben niet van. Van de ghetto. In de ghetto woont er één bevolkingsgroep maar. In elke ghetto waar je gaat. Naar één bevolkingsgroep noem je je, Elibibi, ghetto. Maar wie moet dat Baghdad. Naar verschillende bevolkingsgroepen, Elibi, dapé. Begrijp je? Dus dan, je deelt met verschillende religieuze, culturele. En etnische stromen die samen met elkaar, door elkaar, vredig leven. Daarom kwam Baghdad er. En je altijd dat je rekening Bagdad naar is vertegenwoordiging voor Zo, so, dus in Sabi, im Luister, in Luku, in si en in Volvo. Dat we nu no, no, de afaste maand Ramadan de aangebroken en ook toe, ja, naferti, nou ratten. Ik is zei dit, nog eens no wat met tegen. Ik kom uit een multi-etnische buurt. Het moet je niet laten schrikken wanneer je met jouw taal ziet spelen. Of dat ik een chula op mijn erf heb. Het moet je niet verwonderen. Ik kom uit Bagdad. Zo, so, maar de Arki, Luku, zie. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Vast en gij wordt gezond. Hmm? Wie zegt dat? Dat zegt Assemblée-lid Siddit Moertabat. Die ook wat. Islam geloof beleid en Amasrep de Ina Vaste maand momenteel dat want Amman Amane drie neks aan aned... het. Ik denk dat Amane neks van zonsopgang tot zonsondergang. Begrijp je? Het is niet een makkelijk ding, maar vaste reinigt het lichaam en reinigt de geest. Zo. Jij leest a tekening en Volvo. Dus We hebben geberekend dat hier de vaste maand is aangebroken voor al onze moslimbroeders en zusters. En in kader van dat hij, dat hij ik ben ik dat hij bij de bekendgemaakt dat alle beleiders van het islam geloof, die bij de overheid werken, om één uur naar huis mogen gaan. En dat komt vanuit de overheid en een nieuwe geit. Want soms mij tegen ja, maar dan, hoe doen jullie dat met dat? Hé, hé, ik weet niet van waar je komt. Maar ik kom from Baghdad, dat and that weet ik al lang since ik op de US Mattershoop school zat, wistel van het. Dat zolang een um, vaste maand Ramadan doorgaat, gaan alle kinderen van het islamgeloof eerder naar huis. Op de vrijdag was het ook normaal dat ze eerder naar huis gingen, omdat ze tegen 1 uur in de moskee moesten zijn. En dat na Sante in uw multiethnische buurt, begrijp je? Die moppen uit Baghdad, die sappers zijn van zijn tang, een filet, aantekening en valvo. Zo, so, de logisch bekeken. In een afspraakmakende zaak. bij roof overval bij de gepleegd. Na Asuribet kantoren. Na Kasaboule weg tegenover Ashel. Da eten van criminele. Radisch werk allergische jongen. Man houdt, maar dat dat de man ko hou Dat wan de De recherche van Paramaribo... Heeft Regilio Fei, 37 jaar zondag aangehouden. In a toordat hij. En hij is gelijk in verzekering gesteld. Eerder was de chauffeur. Van de vluchtauto aangehouden. Die twee rovers na de beroving had vervoerd. Het gaat hier om Melvin V, die ook in verzekering is gesteld. Melvin V verklaarde na zijn aanhouding dat hij twee personen moest ophalen. Hij hey, was er niet van op de hoogte dat het ging om criminele, bradiscopus, werk, allergische jongens. Dus neem gebaréken dat dit niet kon, lighter, vloed en teki, Dat ik beelden dit duidelijk te zien. Dat kan manken teken, plat, bende. En mi lek taxichauffeur, fakade. Met brief, dat kan besap niks. Omdat if werkelijk werklijk amarre, go potan rokon, naar samwagina, samen samarre, taxi. Dat is hij niet gewoon, dan. Begrijp je? Nee, 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 dat is hij niet. Dat is hij niet. Jelle is aantekening en Volvo. De politie is nog op zoek naar één verdachte. De twee mannen hadden een beroving gepleegd waarbij er meer dan 80.000 SRD is buitgemaakt. Maar de zaak is in onderzoek. Hmm. Dekologisch. bekeken. En hij zegt: Dat ben ik, kijk. Dat ben ik niet gewoon Kijk, dat ben ik goed Kijk. Om weer te werken met Boutersen. Wie zegt dat? Dat zegt Biggie Bravo, Bravheid, Brunswick, like, Majesteit. Ik heb het over de vice-president. Want hij geeft aan dat hij drie weken terug een gesprek heeft gehad met Boutersen. En as Assadisme belegt, denk, loyalisten uit. Voor bepaalde politieke partijen. No fetti bedregsma. Omdat terwijl u een mec lek like Mogli. Terwijl u een doel lek like Donkey Kong. Dat Brunswick voel aan Bob. president voel. Nu zijn excellentie, braafheid. Is don tak nanga de hele meneer. Voor de laatste keer. En voor de gezondheid van Suriname nooit meer. En ook de president is daarvan op de hoogte. Daarom ik biggie bravo taki. Ik heb het over zijn excellentie, braafheid, hoe heet, majesteit. Brunswick, Dat hij had wel een gesprek ja. Met een abouterse drie, drie weken terug. Maar het, het ging over niets anders. En we geen enkele samenwerking hebben. Het volk heeft hem weg gestemd. Dus ik, 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 daar ben ik kek. Daar ben ik goed kek. Om met hem een samenwerking aan te kunnen. Want ik kon het ook hebben gedaan Maar ik had al sinds toen gezegd Ik ga niet samenwerken met de NDP Dat heb ik niet gedaan En ik ben in een positie. Ik ben hier VP Mijn partij zit goed Dan moet ik goed kek zijn Om te kan werken met Boutersen En ik ben niet goed kek Ik ben helemaal niet kek Zo, dat zegt Biggie Bravo zei de excellentie, braafheid, majesteit, bruis, wijk Je leest tekening en vol vol Ready, Ben de addekeloog Afgestudeerd van de faculteit. De specialisering. In de dekologische wetenschap. Professor in dekologie. EGG. Gecertificeerd. De dat wil zeggen. Eenvoudig, Gezellig. Gezellig. Top. Ah uh, de